Oké. Dat zag ik niet aankomen. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim, met de politie, LSPD voor. Maar voordat ik daarmee begin, en dat hebben jullie natuurlijk al gezien aan de titel denk ik, tot ik het daar wel inzet en misschien in de thumbnail ook al. Nieuwe uniformen, dus we denken wat heb jij dan aan? Ja, dit zijn nog de burgerkleden, kleren, wauw. Maar we gaan alles zo meteen laten zien. Ik wil sowieso al een shout-out geven naar Sander, maar van Sander mag ik niet te veel praten, dus we moeten dan wel snel doen. Sander weet wel waar het over gaat. En sowieso naar, vooral voor de uniformen, en ja, uniformen, het zijn meer dingen die erbij komen en dat maakt het wel vet. En daarvoor wil ik niet Nick bedanken, of wel Nick, ja, ik weet niet precies welke Nick, het is in ieder geval niet Nick. Maar, daar moet je zelf maar over nadenken hoe dat nou precies zit. Nick weet het zelf hopelijk wel. En dan hebben we ook nog Jesly natuurlijk van Heumots. Die kennen jullie inmiddels allemaal wel, denk ik, via mijn video's. En ook ga ik Daan bedanken. Ik weet verder niet, Daan, of jij nog iets hebt. Maar in ieder geval, jouw naam op Discord is Daan. Want daar komen we zo meteen ook op. Maar we gaan beginnen bij de motor. En bij de motor zie je, dan moet ik wel even snel iets aanpassen. En dat is namelijk bij Weather. En dan moeten we even wind aan en wind uitzetten. En dan zie je dat het stopt met trillen. Want je zag de taser trillen. Maar kijk eens aan hier. We hebben sowieso een GoPro zitten naast de helm zo. We hebben Motorola geloof ik, portofoon. Een taser natuurlijk. Want we zijn taser dragend bevoegd. Om, om het linkerbeen. Pepperspray zie je. Wapenstok achter de boeien. En een zaklamp. En natuurlijk de holster aan de andere been. Ook een microfoontje bij de helm, bij de mond. En dat was de motor. Dan hebben we nog wegmisbruikers. Ook een GoPro om de borst. En waarom dat nou? Ja, omdat we natuurlijk lekker vlogger zijn ofzo. Staat die Turander al de hele tijd? Ik geloof het niet. Ja, hetzelfde systeem eigenlijk. Dan het steekvest. Nou, ook hetzelfde systeem. VP, steekvest kort. VP kort, kogelwerend, die is ook anders. Kijk eens, een ander kogelwerend vest. En wat je nou ziet is dat je gewoon het steekwerende vest eronder kunt houden. Dat wordt niet meer vervangen, dus die is anders. Kogelwerend kort, hetzelfde systeem. ME allemaal niet aangepast. Noodhulp oud, allemaal niet aangepast. Deze wel, namelijk de nieuwe ambulance uniformen. En daarvoor moet ik Daan bedanken. Dus bedankt Daan. We hebben wel nog gewoon de oude ook hoor. En deze natuurlijk. Wat hadden we nou nog onopvallend? Ja, die is verder ook niet aangepast. Dit is er nog niet aangepast. Ook niet aangepast. Burger, die hadden we net aan. Ja, deze dan kogelwerend voor de wegmisbruikers video. We moeten binnenkort, of ja, ik noem het wegmisbruikers. Vooral omdat het steekwerende vest voor niet is, niet geel gemarkeerd is en achteren wel. Voor de rest is het eigenlijk gewoon een soort van onopvallend uniform. VP kort kogelwerend, VP kogelwerend. En dat was hem eigenlijk. Vandaag gaan we gewoon lekker op pad met steekvest kort. En dus mogelijk kogelwerend kort. We gaan in ieder geval naar binnen, want we kleden ons helemaal even netjes om. Zoals het hoort met de tatoeage natuurlijk. Want ja, die zagen jullie net ineens niet. En dan ineens weer wel. Maar nu moet ik helaas met de trainer aan gaan passen. Maar ik praat geloof ik alweer te veel volgens Sander. Dus ik ga snel beginnen en ik zie jullie zo meteen. Zoals jullie zien is er nog maar één voertuig over, dat is de Tourant weer in 16 vandaag. Helemaal niks meer, dus die pakken we vandaag dan ook. En laten we zo meteen even voertuigcontrole zien. En dan gaan we de straat op. Ik moet wel alvast even erbij zeggen, dat je waarschijnlijk de airco hoort naast mij. Als je hem niet hoort, fijn. Als je hem wel hoort, sorry daarvoor. Maar het is zeg maar nu 28 graden op mijn kamer, buiten is geloof ik iets van 34. En wat deed die nou? Nou, voertuigcontrole. Die gaat gewoon de rood daarachter. Doen we zo meteen nog wel even. Maar dus het is warm. En het zou donderdag, aanstaande donderdag voor mij. En die donderdag hebben wij met z'n allen geloof ik al overleefd. Zou het zelfs 40 graden worden hier in Zuid-Limburg. En daar hou ik niet zo van. Oh, wat heb ik gedaan? Want ik moet werken. Wat is die motor nou allemaal aan het doen? Jongen, die is helemaal gek geworden die.
Goedendag. We gaan rijbewijs zien. Nou, de reden dat ik je aan de kant zet is je hele rijgedrag, alles bij elkaar natuurlijk, maar ook dat je geen helm draagt. Ik vraag hem van waar is jouw helm en zeg, what the fuck maakt er jou dat nou uit? Nou, goed, taalgebruik. Je krijgt van mij meerdere bekeuringen voor het door rood rijden. Even kijken. Wat krijg je nog van me? Geen helm. En gevaarlijk rijgedrag. Het zijn flinke bekeuringen, maar je mag natuurlijk ook niet verder rijden zonder helm. Dus je zet je op en anders moet je lopen. Mag je even afstappen dan? Hoi. Goed, bekeuringen worden thuisgestuurd en ik wens je toch een fijne dag. Joejoe. Hij laat zijn motor staan en gaat lopen. Dat is goed. Wat mij betreft. Ik hou hem niet tegen. We have killing animals in Vinewood Hill. Rijdt u alstublieft prio 2. Er is hier mogelijk iemand illegaal aan het jagen. We houden rekening natuurlijk met iemand met een vuurwapen, maar we houden niet rekening met dat die persoon op ons gaat schieten. Zijn namelijk al te plaatsen. Daar ligt wel een beest dier bij. Hij heeft wel een vuurwapen. Nu zei iemand mij dat ik nu op de G druk. Maar ja, er komt niks. Hey, luister eens. Ik wil even dat jij je wapen in ieder geval aan de kant... nee, ik vertrouw hem echt niet, joh. Hij is het thuis vergeten. Die kan ik geloof ik gewoon navragen. Oh, rustig, rustig. Nee, blijven dus niet. Hoe deed ik dat ook alweer? Ik had daar een knop voor, dat ik hunting license kon vragen. Ik vraag sowieso even, want dat is gewoon geen jachtpistool, dat is gewoon een Desert Eagle, zo te zien. Dus ik wil graag mijn identiteitsbewijs zien. En dan kan ik gewoon kijken of die een wapen... Hij heeft verder geen... Nou, wacht even. Wow, hold up! Hij heeft geen gun permit het gebeuren. Dus je bent bij deze wel even aangehouden voor verboden wapenbezit. Ik vind het een beetje een raar verhaal allemaal. Schiet hier een dier dood midden op straat. Ja goed. Ga het transportje deze kan om, ik wil de wapen even hebben, maar ik kan hier niet zomaar afpakken natuurlijk. Deze laat me even afslepen, dus zijn auto zo te zien, die kan hier niet blijven staan. Dus nou fouilleren, als dat nog gaat voordat mijn collega ter plaatse is. Zo te zien, net niet. Oké, okay, neem hem maar mee. En dit beestje moeten we maar even naar hier zien te krijgen. Nee, dat gaat niet lukken. Ik ga er geen moeite verder voor doen. Want ik word helemaal gek van al die tutors. En alles en iedereen die gewoon doorrijdt en nergens iets om geeft. Dus ik geef ook nergens meer iets om. 1201, 1201 over. Spannend. Zou die kan mag. Nou net. Zijn gestolen. Nee, een B-klasse zo te zien. Oké, dat zag ik niet aankomen. Ja, met spoedassistentie erbij. En een heli. Nee, wat doe je nou? Ja, pak hem zelf maar.
mag politie nou wel of niet uit een voertuig schieten? Niet rijdend, maar stel nou hij stopt ineens en hij begint weer te schieten, mag ik dan terugschieten? Mijn voorraam is toch al kapot. Ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan, tot mijn game niet zegt van doei, maar ik wil wel een AT erbij, Daisy. Oh, ik word hier zo gestoord van, hè. Dan halen ze je in en vervolgens, als ze je inhalen, want ze rijden veel te hard, daar ging de Zulu, dan houden ze in omdat ze denken, ja, ik snap niet wat ze dan doen. Daarachter komt een witte DSI uit er. Oh shit. Er zitten er twee man in waarschijnlijk, als er niet meer zijn, waarvan er eentje op ons dus schiet. Ben ik dood? Nee, kut. Sorry voor het schelden. Rip Wim. Jammer, maar er stond wel snel iets in beeldcode voor met melding afgerond. Maar wat gaan we nou doen? We gaan nog één melding aannemen en dat is mooi geweest voor vandaag. Maar wat ik wilde nou, pakken die wel gewoon meteen. Wat ik nog wilde zeggen en vragen, hoe zouden jullie dit oplossen? Wat zouden jullie doen? Zouden jullie zeggen van ja, of hebben jullie ook geen idee hoe je dit oplost? Of zouden jullie zeggen je moet gewoon beginnen te schieten? Want ik ben niet zo snel van het schieten meteen, vanuit de auto dan, en wil de achtervolging met schieten. Ik wil ook niet te veel collega's meteen opvragen, want dat vind ik ook zo riskant, tot er ineens heel veel backup wordt gevraagd en dan crash je game weer. Maar ja, dit is natuurlijk ook geen optie, doodgaan. Dus ja, jullie in weet dat, ja, dat ik hoor graag wat jullie ervan denken. Ik hoor een ambu, ik zie geen ambu. Er wordt een overlast gemeld daarachter zo te zien. Nee, niet. Ah jawel, hier zo. Oh, hij staat maar weer. Luister eens even. Wat ben je in godsnaam hier aan het doen? Ga je een identiteitskaart? Thanks. Oké. Luister eens, kameraad. Je bent bij deze niet aangehouden, maar je gaat wel met mij mee in de Touran. Ik moet hem dan wel even arresteren, puur omdat ik hem anders niet in die auto kan zetten. Maar ik wil hem niet die snelweg op laten lopen. Misschien liep hij ook wel naar hier achter, om daar weer de stoep op te gaan, maar dat weet ik niet. Goed, we draaien om, wij zetten hem anders even bij de spoedeisende hulp hier neer, puur zodat we kunnen even rustig kunnen praten. Maar dan ja, overlast was het wel, het was gewoon gevaarlijk, maar ik denk dat we hem anders moeten bekeuren voor ja, weet je wat, ik bekeur hem gewoon voor lopen op de snelweg. Ik weet niet of dat een bekeuring ding is. Snappen jullie wat ik bedoel? Een overtreding.
Ik denk het wel. Maar ik laat hem verder gaan en hij krijgt hem thuisgestuurd. Trouwens nog een leuk effect, sticky wheels. Nu blijven de wielen zo staan hoe ik ze neerzet met mijn stuur. En als ik nu gewoon instap, ja, dan doen ze een beetje raar. Maar in principe als ik dus mijn stuur zo neerzet, nogmaals, ze doen nu een beetje raar als ik weer uitstap, maar ze blijven wel zo staan. Snap je? Dat is wel beter. Ik jullie bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik meen dat ik iets met de ambulance ging doen. Of wil doen. Maar ik heb alleen nog geen ambulance waarmee ik een video in gedachten had. Dus wellicht dat er nog een ambulance verschijnt in mijn mailbox. Of hoe dan ook. Een ambu die nog niet gereleased is. En anders pakken we gewoon een bestaande ambu. Ik zou zeggen tot dan. Joejoe.